Yo kijkers van Trinity, mijn naam is Simon, welkom bij een gloednieuwe video, een hele belangrijke video, want het is namelijk weer een Roda carrière en we gaan vandaag een hele belangrijke wedstrijd spelen in de Europa League. We moeten winnen als we door willen gaan en we moeten spelen tegen, dat weet ik zelf niet eens, we moeten spelen tegen Ruben Kazan, die staat geloof ik tweede, dus het zou heel mooi zijn als we daar punten tegen pakken, want dan lopen we op de nummer 2 in. En dat is natuurlijk onze doelstelling, want die moeten we behalen als we nu nog door willen. We staan inderdaad 5 punten daarvan af, laten we hopen dat na deze wedstrijd die afstand nog maar 2 punten is. We gaan gewoon meteen beginnen. Ik heb al zin in tegen Ruben Kazan uit. We moeten winnen, anders gaan we niet door. Dat is dan bijna 100% zeker, want dan staan we al 8 punten afstand. En we hebben nog maar 2 wedstrijden te gaan dan. Dus het is zeker dat we deze moeten winnen als we door willen gaan. En voor de mensen die het niet wisten, zaterdag is een 12 uur livestream. En daar heb ik fucking veel zin in. Ik denk dat veel van jullie het wel al weten, maar ik moet het toch even melden natuurlijk. En ja, ik heb er gewoon fucking veel zin in. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, dat iedereen langs gaat komen. En dan zien jullie me zaterdag ook nog live. Op YouTube, niet op Twitch. Ik vind YouTube gewoon chill om op live te streamen. Ik heb er goede ervaring mee tot nu toe. Nog helemaal niks misgegaan. En ja, dat is dat dus. Mijn opstelling is een beetje aangepast. De opstelling van Ruben Kazan ken ik sowieso niet. Omdat dat gewoon een vrij onbekende club is qua spelers in mijn oren. Ja, en kijk. Als jij een van die spelers kent. Oké, ik ken er totaal geen. Maar mijn opstelling, daar gaat het natuurlijk om. Ik kreeg net een berichtje dat Chambers geblesseerd was geraakt tijdens de training. Dus die hebben we natuurlijk dan niet kunnen gebruiken voor de basis. In de basis staat wel Van Leer, Boskakli, Jetfire, Rudiger en Grimaldo. Boskakli neemt dan de rechtsachterpositie over en Grimaldo linksachter. Voor de verder is dus alles hetzelfde, behalve in de spits staat nu Akpa Akpro in plaats van Tommy Juric, omdat ik toch met Akpa Akpro meer snelheid voorin heb en meer dreiging kan bieden in mijn mening. Dus laten we maar snel beginnen en hopen dat we gaan winnen, anders zijn we uit de Europa League. Eerste kans aan de kant van Ruben Kazan. Wordt wel gewoon rustig en goed uitverdedigd. Wat zou kunnen leiden tot een counterkans natuurlijk. Maar dan moet die bal hier wel eens goed diep gaan. En daar staat dan wel Akpa Akpro hier helemaal voorin. Die de bal kan aannemen. En dan valt de verdediger op de grond. En dan moet het de 1-0 zijn. En dan is het ook de 1-0. De verdediger valt op de grond. De scheids verluidt niet. En is het een vrije doorgang voor Akpa Akpro. Kijk wat een grote fout hier de verdediger maakt. Ik weet niet wie het is, natuurlijk. Ja, Akpa Akpro maakte dan een heel makkelijk doelpuntje. En ik word gebeld. Nee. Oh nee. Oh nee. Ik zag het niet aankomen. Fuck, fuck, fuck. Daar gaat onze voorsprong. 14 minuten bezig en 2 hele goede kansen al geweest. Daarom staan we nu ook 1-1. Maar ja, we gaan gewoon nu weer volop zelf scoren. Oh, en dat ijs, of ja, die ondergrond is super hard. Dat merk je echt. Als je tackelt, dan ga je namelijk minder ver tackelen, zeg maar, door. Dus je moet ook dichter bij een speler tackelen. Dat is natuurlijk wel minder fijn. Je zag net ook al die speler uitglijden, waardoor ik scoorde. En ik denk dat dat ook wel komt door de sneeuw. Dus je moet er wel rekening houden, al is het FIFA. Dat maakt ze op zich best wel realistisch in het spel. Maar ondertussen hier een kans van mij, wie weet. Misschien wel een grote kans. Nee, geen grote kans, absoluut niet. Ja, mooi gedaan hoor, mooi gedaan. Prachtig. Dit is geloof ik Moussa en Mbele met een hele goede loopactie. Die zijn verdedigers helemaal aan de kant drukt. En zelf dan voor iedereen uitsteekt en easy die 2-1 maakt. Heel erg mooi. Het is dan Moussa Dembele. Met zijn tweede doelpunt in de Europa League. En daarmee hebben we ook weer de voorsprong te pakken. Nee. Nee. Oh mijn god. Het is voor 2-2 een doelpuntrijke wedstrijd. En ik zag hem eigenlijk al aankomen daar. Want Van Leer kwam nooit bij die bal. En dan staat gewoon een verdediger helemaal vrij. Ik denk dat zo'n grote Russische verdediger aanvaller wel sterker is dan, dan een Boskakli of zo. Dus helaas 2-2. Maar ze zijn niet klaar. Ze gaan nog steeds door. En hier komt Van Leer niet bij. Goeie tackle dit. Of ja, eigenlijk was een hele slechte tackle. Maar ik wist er wel de bal mee af te pakken uiteindelijk. Maar ze krijgen hem wel terug. Oh shit, nee. Nee, is hij mis? Oh, hij zit. Ik dacht dat hij mis was. Kutzooi. Oh, nu moeten we nog 2 doelpunten maken. Nu moeten we nog 2 doelpunten maken. Holy shit, mensen. Ja, kom op. Kom op. Oh, de paal. Bijna meteen na de 3-2, de 3-3 van Coleman. Ik moet wisselen, jongens. Ik moet gewoon wisselen. Fight moet eruit. Hij heeft geen al te beste wedstrijd. En daarvoor kan Lejeune in de plaats.
En hij wil ook nog eens Juric op de bank zitten. En ik had iemand die zei van, zet een Beel op CM, hij is heel sterk. Haal ik Paulus ook nog eruit. En dan hebben we nu een veel fitter middenveld. Nu moet het goed komen, jongens. Ik heb er nog altijd vertrouwen. We hebben nog een half uur. Mooi gedaan. Mooi gedaan. En dan kom ik hier ook nog langs ook. En dan is het de 3-3. Ik dacht dat hij mis was. Maar ik geloof dat het meteen invallen de Jeune is. Een gouden wissel. En nu moeten we nog maar één doelpunt maken. En dan de voorsprong behouden. Dat is het belangrijke dan. Het was inderdaad de Jeune. Met een goed uitgespeelde aanval. Zijn eerste doelpunt van de Europa League. En het is nu heel erg belangrijk dat we nog één doelpunt maken. En dan onze voorsprong vasthouden. Nee. Niet weer. Niet weer. Die voorzetjes zijn dodelijk. Die voorzetjes zijn dodelijk. Goed gehouden. Van Leer moet nu heel goed gaan keepen. En je merkt gewoon dat Ruben Kazan de hele tijd de bal achter een rond aan het tikken is. Kijk hoeveel man achterin zijn. En ik ga gewoon alles op de aanval spelen nu. Ik moet scoren. Oké. Ik moet een doelpunt maken. Anders is het afgelopen. Dit is een mooie diepe bal die net niet aankomt. Fuck. Oké, jongens. Nieuwe tactiek. Misschien heel dom. Misschien slim. Ik ga Juric erbij zetten als tweede spits. Ik ga dus met twee spitsen spelen. En ik weet niet of dit gaat lukken of niet. Maar ja, het moet wel. Ik bedoel, ik heb nog een doelpunt nodig. En ik ga Dembele en Lejeune allebei als cam zetten. Ik denk dat het niet super realistisch is. Maar ik denk dat als dit een echte situatie zou zijn, dat iedereen ook wel naar voren zou gaan staan. Dus ik heb nu twee spitsen, twee cams en een links voor en een rechts voor. Ik speel nu fucking aanvallend. Iedereen staat zwart voorin. En ik denk dat ik nu wel grotere kansen heb om nog een doelpunt te maken. En om nog steeds kansen te blijven hebben om door te gaan in de Europa League. Ja, Renato Sanchez houdt de bal niet binnen. Dit zijn frustraties, jongens. Er is weer ondertussen een minuut weggetikt op de klok. We moeten nog één doelpunt maken. Nee. Ja. Oh mijn god, we krijgen de bal niet. We krijgen die bal niet. Ja, kom op. Kom op. Oké, nu een counter. Nu een counter. Dit is zo'n belangrijke kans. Gaat het nog door voor Roda in Europa League? Nee, dit is een fout. Je maakt een fucking grote fout. En het moeilijk is balbezit hebben. Want daar is Ruben Kazan heel sterk in. Daar is Ruben Kazan heel sterk in. En we komen er gewoon niet langs. Nog één allerlaatste aanval. Dat is wat ik denk nu nog ga krijgen. Met Renato Sanchez. Maak geen fout. Haalt er nog een inworp uit. 90ste minuut. Kan het dan nog nu? Kan ik nog één aanval hieruit persen? Uit een wedstrijd die naar mijn mening al dood is. Een wedstrijd waar wij niet veel hebben meer ingebracht. Komt de bal hier. Voort. Ja. We doen het in de 90ste minuut. Oh mijn god. Hoe frustrerend is deze wedstrijd. Tomi Juric. Weer een invaller die scoort. Holy shit. Oh mijn fucking god. Het was Renato Sanchez die daar weer iedereen over de flank uitspeelt. Die een hele wedstrijd gewoon super slecht heeft gespeeld. En hier met gemak twee spelers wegspeelt. Vervolgens de bal afspeelt op Juric. Die dan heel makkelijk de bal kan intikken. Nu staan we met 4-3 voor. En nu moeten we nog maar 1 minuut of zo het volhouden. Ik ga de bus parkeren. En ik ga hopen dat de scheids snel fight. Hij heeft afgefloten. En dat betekent dat we nu nog maar 2 punten afstaan van Ruben Kazan. En nu gaat het er ook nog om wat Lazio gemaakt heeft. Want er is nu ook nog steeds een kans dat we Lazio zouden kunnen inhalen. Maar het ligt eraan of ze hebben gewonnen of verloren. Ik zie het hier niet staan. Lazio heeft met 3-0 gewonnen. Dat betekent dat Legia Warszawa is uitgeschakeld voor de volgende ronde van de Europa League. Er zijn nog 2 wedstrijden te gaan. Ik sta 2 punten af van Ruben Kazan. En Ruben Kazan moet nog tegen Lazio. Dus ik moet tegen Lazio winnen. En Ruben Kazan moet daar tegen verliezen. Dan maken we nog altijd kans om door te gaan. En om eerlijk te zijn heb ik al heel veel zin om die volgende wedstrijd te gaan spelen. Ik ga die wedstrijd pas volgende aflevering spelen. Je zal nu wel vaker dit shirt gaan zien. Omdat ik nu heel veel afleveringen op achter elkaar ga opnemen. Ik wil gewoon een beetje vooruitwerken. Maar ik wil ook wel simuleren in de Eredivisie. Want het is een beetje onrealistisch om te worden in de Eredivisie. We hebben nog geen enkele wedstrijd, of we hebben pas 1 wedstrijd verloren. En dat was zeker Ajax, de eerste wedstrijd. En daarna hebben we 10 wedstrijden achter elkaar niet meer verloren. Voor de verder rest, denk ik gewoon dat het wel realistischer is. Ook als we wel eens een wedstrijdje zouden verliezen. En ik denk dat met simulatie dat eerder zou gebeuren. Ik zeg niet dat ik graag wil verliezen, want dat klopt niet. Dat klopt absoluut niet. Maar ik denk wel dat het realistischer is als we nu een wedstrijd zouden simuleren. En als het dan 0-0 zou worden of weet ik veel wat. We hebben waarschijnlijk ook wel een van de beste selecties van de Eredivisie. Dus we zouden het ook wel verdienen om kampioen te worden. Maar ik ga toch
deze wedstrijd sowieso tegen AZ simuleren. En tegen wie moet ik daarna? Daarna moet ik tegen PEC Zwolle. Die valt ook wel te simuleren naar mijn mening. En dan kunnen we volgende aflevering meteen uitkijken naar een volgende belangrijke wedstrijd tegen Legia Warszawa. Na die wedstrijd weten we ook wel steeds beter hoe we ervoor gaan staan in het verloop van de Europa League. Want als wij die winnen en Lazio wint, dan zijn wij over Rubin Kazan ingekropen. En dan moeten we alleen maar ervoor zorgen dat we ook nog winnen tegen Lazio. En alleen dan... alleen dan mogen we door. Dus we moeten in principe alles nog winnen. Maar de Eredivisie, daar wil ik natuurlijk ook al graag eerste blijven staan. Want dan mogen we volgens ons sowieso Champions League spelen. En uiteindelijk is het doel natuurlijk wel de Champions League winnen. Maar als je de Europa League niet eens kan winnen, dan vraag ik me wel heel erg af hoe we volgend seizoen de Champions League zouden willen gaan winnen. We staan nu al met 1-0 achter thuis tegen AZ. Dat verwacht ik dan maar niet. Als ik thuis simuleer, verwacht ik nog altijd wel te winnen. Ik bedoel, waarom zou ik moeten verliezen? Ik heb een beter team dan AZ, denk ik. 1-1, Tommy Juric, die in vorm is, die vorige wedstrijd in de Europa League ook al scoorde. Ik denk dat hij toch meer basisplekken zal moeten gaan verdienen. Kan ik nog een 2-1 maken? Nee, er komt inderdaad nog een 2-1 voor AZ. Fucking hell, die Vasquez, of ja, ik weet niet hoe die heet, die was heel erg in vorm. Dus die zorgt ervoor dat AZ wint en daarmee komt AZ ook weer dichter bij ons. Ajax heeft ook verloren, dus dat is geen groot probleem. En we blijven gewoon eerste plaats staan. Ik ga ook de andere hartstikke packs rollen. Ook simuleren. Ik weet dat jullie het leuk vinden. Het is slechts eenmalig. Ik wil gewoon heel graag snel deze aflevering af hebben. Zodat ik ook kan beginnen met de volgende aflevering. Ik denk dat jullie dat zelf ook wel begrijpen. En het is misschien ook wel een beetje realistischer. Tot we nu ook een wedstrijdje verloren hebben. Tegen AZ dan. Ik denk dat Roda in het echt ook weinig kans had tegen AZ. Al wonnen ze vorig seizoen in het echt wel tegen AZ. Ik geloof met 1-0. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. We hebben nu wel weer een fit team. Tegen PEC Zwolle, dat is misschien een uitwedstrijd, maar wij maken genoeg kans om te winnen naar mijn mening. We spelen met mijn mening met het allerbeste team wat we op dit moment hebben. Misschien moet Renato Sanchez op rechts voor en dan kan... ja, nee, wacht. Dit kunnen we nog wel verbeteren. Dit is naar mijn mening het allerbeste team wat we op dit moment hebben. En als we met dit team niet winnen uit tegen PEC, dan begrijp ik niet... waarom we zouden verliezen? Ja, we hebben natuurlijk wel nog graag de Naya nodig. En Chambers. Chambers is trouwens terug van zijn blessure. Die kan ik ook opzetten. En die kan dan in de plaats van Grimaldo. En die kan rechtsachter staan. Chambers is misschien wel een van de belangrijkste spelers van het team altijd geweest. Dus met dit team moeten we eigenlijk wel tegen PEC gewoon winnen. Al is het een uitwedstrijd, dat doet er niet toe. PEC op een vijfde plaats. Als we zouden winnen, zouden we weer 10 punten van PEC af gaan staan. PEC was wel de club die net tegen Ajax won. En PEC is ook de club die in een hele goede vorm zit. Dus het wordt absoluut niet makkelijk. Schenken valt geblesseerd meteen. Positief voor ons natuurlijk, negatief voor PEC Zwolle. Laten we hopen dat we gaan winnen, jongens. Koeman maakt de 1-0. Chill, zeg chill. Ondertussen staat Ajax ook met 1-0 voor. Dat moet dus eigenlijk niet heel veel uitmaken. 2-0, Sanchez. Oké, mooi. Nu deze voorsprong vasthouden. Zullen we nog eventjes vasthouden? 3-0, Renato Sanchez. Ik doe 3-2-1. Skip. En we winnen met 3-0. Heel erg mooi. Uit winnen we met 3-0. En thuis verliezen we met 2-1. Ik denk dat het uiteindelijk wel een hele goede aflevering was. Al hebben we tegen AZ verloren. Het kan wel eens gebeuren. Ik ga even kijken hoeveel punten we nou precies voor staan. In de Eredivisie. Hoeveel punten we losstaan. En wat het betreft het doelsaldo. Hoe moeten we nu gaan scoren? Wij moeten tegen Legia Warszawa de volgende aflevering. En Rubin Kazan moet tegen Lazio. Lazio is ongeslagen. Lazio heeft ook maar 1 doelpunt tegen gehad. En wij hebben nu al een beter doelsaldo dan Rubin Kazan. Als wij winnen en Rubin Kazan zou gelijk spelen, dan gaan wij sowieso over Rubin Kazan heen. En hebben wij minimaal een doelsaldo van 2 of meer positief, zeg maar. Dus beter. Dus vandaag winnen is gewoon een hele grote stap richting de volgende ronde van het Europees voetbal. Maar dat doet er niet toe. We gaan eventjes kijken hoe we ervoor staan in de Eredivisie. Want daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Misschien een mindere aflevering volgens jullie, omdat we niet heel veel wedstrijden gespeeld hebben. Ik vond het wel een hele belangrijke aflevering. Oh shit, omdat we gewoon wel gezien hebben hoe ons team dan al precies voor staat. Ja kijk, Utrecht en AZ hebben nog niet gespeeld. Utrecht kan ook op een afstand van 4 punten van ons komen. En Ajax staat nog eens op een afstand van 6 punten. Dus we houden onze tegenstanders wel reëel op afstand. En blijven ook een paar puntjes losstaan. Dat is natuurlijk wel de doelstelling. Kampioenschap. En laten we volgende aflevering dan maar gewoon gaan proberen weer terug te komen bij die beste 2 van de Europa League. Hopelijk voor een leuke aflevering. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog. Subscribe op Twinity. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Later.